Robin, omschrijf deze wedstrijd eens. Ja, vind ik lastig. Ik moet zeggen, het zijn twee verschillende helften van ons. Dat is wel duidelijk. Eerste helft stonden we goed georganiseerd. Maken we geen fouten, doen we gewoon goede dingen. En waardoor Willem II het moeilijk heeft. We weten als ze beginnen en kunnen voetballen, dan kunnen ze ook heel goed voetballen. En ik denk dat dat een beetje de tweede helft omschrijft, ja. Ja, want in 7 minuten was het eigenlijk klaar. 3 doelpunten. Waar jullie normaal gesproken een beetje om worden geroemd. Dat de verdediging in ieder geval goed stond, ook in de voorbereiding. Dat zakt helemaal weg. Ja, nou ja, precies. Dat was het. We maken wat individuele fouten. Derde goal bij mijn inspelpaas bijvoorbeeld. Waar meteen de goal uitkomt. En ik moet zeggen, ja, dan valt ook bij hun direct alles goed. Mm. En dan krijgen ze een beetje de swing erin, zeg maar. En ja, de tweede helft was het gewoon waarloos. Ja, kun je het dan eigenlijk nog ombuigen of oppakken? Of is dat heel erg lastig? Ja, ik moet zeggen, proberen we dan uiteindelijk nog wel met 4 wissels natuurlijk. Zo. Om een hele aanval te wisselen. En, wat dacht jij toen je dat zag? Ja, dat is denk ik uniek in het voetbal dat het nu niet zo is. Maar zo probeer je wel wat. Probeer er nog wat druk te zetten. Maar ja, ik moet zeggen, dat mocht niet baten. Ze kregen daardoor eigenlijk alleen maar meer ruimte. En, om op zoek te gaan naar meer. En ja, het was een waarloos tweede helft van ons. In hoeverre heeft dit te maken met toch een wat andere voorbereidingen normaal? Want je krijgt natuurlijk van de speler te horen dat hij er niet bij is. Dat is al gek dat het via een appje gaat. Maar heeft dat iets mee te maken? Heb jij nog contact gehad met Van der Water? Ja, we hebben met hem gesproken gisteren. En voor de rest, ik weet niet, ik denk dat de trainer er al wat over kwijt heeft. En daar wil ik het dan ook bij laten, denk ik. Dat is misschien het verstandigste. We stonden in ieder geval met zelf op het veld die wilde, die voor Heracles willen voetballen. En dus dat, ja. Dus dat kun je dan heel snel vergeten? Ja, in principe, dat moeten we vergeten. We moeten verder. We zijn het team. We moeten door. Ja. Hetzelfde geldt deze wedstrijd. Ja, moet je vergeten. Meenemen wat je fout hebt gedaan. En het is hetzelfde praatje als altijd, denk ik. Maar het is gewoon een waardeloze wedstrijd. En volgende week weer een nieuwe wedstrijd. Zo is dat. Heb je Van der Water nog succes gewenst? Waarmee? Met zijn overstap. Volgens mij is het nog niks rond, dus ik heb hem nog niet succes gewenst. Nee, laat je niet uit de tent lokken. Nee, ja, ik zou niet uit de rond. Dank je. Ja, geef het. Dank je wel.